schiet eens op, joh. Ga eens weg, ik ben bezig. Ik moet mijn tanden poetsen, je bent echt al fucking lang bezig. Zo. Hè, hè? Ga eens aan de kant. Ja, goedemorgen, dit is de derde klas en hier zit Ruben. En ik zou heel graag Ruben even mee willen nemen. Hierin zit je rapport en dat is niet al te best. En ik denk dus dat ik graag een afspraak met je ouders wil maken. Oké, ja. Hey man. Hey Johan. Heb je rapport al terug gehad? Ik wel. Dat is best wel goed. Best wel goed? Het zijn allemaal tienen, man. Ja, maar kijk. Hier, bij wiskunde. Dat is een 7. Maar een 7? Ik sta een 4. Ja, een 4 is toch makkelijk af te gaan? Ja, eentje wel. Maar 5 niet. Mijn ouders gaan me echt vermoorden. En die gozer van wiskunde wil nog een gesprek ook. Echt waar? Oh, sterkte, man. Ja, thanks. Ruben, ik heb net een telefoontje gehad van je mentor. Ik ben er niet zo blij mee. Doe de deur eens open. Nee, ik heb er nu echt even geen zin in. Kan niet echt een andere keer? Nee, nu! Geef me je rapport. Ja.
Ruben, wat is dit nou? Zulke lage cijfers? Dit is toch niet acceptabel? Hoe komt het dat je voor geen enkel vak boven de 6 staat? Maar ik sta voor beeldvorming wel een 9 hoor. Dat is toch echt wel een cijfer boven de 6? Met kunst bereik je niets in het leven. Kijk nou eens, een 4 voor wiskunde, economie, aardrijkskunde, Nederlands en Engels. Zo word je toch nooit accountant? Goedemiddag, met Thomas van Veen. Hallo, Thomas? Is Ruben misschien thuis? Ja, die is thuis. Oké, zou je tegen Ruben willen zeggen dat ik op hem wacht? We zouden namelijk samen een potje gaan schaken. Schaken? Met Ruben? Waarom zou je dat willen na alles wat jij hebt gedaan? Wat? Huh? Wat heb ik gedaan? Nou, Ruben weet heus wel dat jij me verraden. Waar heb je het over? Doe maar niet zo schijnheilig. Iedereen weet het nu dankzij jou. Hallo, ben je er nog? Of is het allemaal te veel voor je geworden? Nee, ik ben er nog, maar oké. Ik snap dat Ruben geen vrienden meer wil zijn. Ja, nou, oké, doei. Johan zal echt pissig zijn. Ik kan dit nooit meer goedmaken. Natuurlijk gelooft hij Thomas. Iedereen gelooft Thomas. Hij is echt helemaal perfect. Had goede cijfers, is goed in sport, heeft veel vrienden. Hij wil accountant worden. Zelfs papa en mama vinden hem helemaal geweldig. Gelukkig heb ik jullie nog